Breda Nu. Je weet het meteen. Boeren, burgers en buitenlui en natuurlijk Bredanaaiers, kom naar de kermis van 3 tot en met 8 juni is het, hè? Ja. Juni. Het is juni. In de binnenstad in Breda. Komt u maar. Goedemiddag allemaal en welkom bij de opening van eigenlijk weer de kermis voor het eerst in 50 jaar weer hier in onze historische binnenstad. En de historische binnenstad is natuurlijk veel groter dan dit stukje alleen, maar dit is ook een pilot. Een pilot om te kijken of het bevalt. Naast mij staat ook iemand die graag wat wil zeggen over de kermis hier. En dan zullen we daarna samen de officiële opening doen, waarbij we de eerste ronde gratis op de grote attracties die achter mij staan. Maar eerst het woord hier. Dank u, wethouder, voor de uitnodiging om vandaag hierbij tegenwoordig te zijn bij toch een unieke gebeurtenis. De kermis terug in het centrum van Breda. Ik heb het zelf, hoewel ik in leeftijd ook al wat jaren ben, nooit mee mogen maken. Maar ik ben er toch wel blij om hier vandaag te mogen zijn. Nou ja, goed, er lag een politieke wens om de kermis weer terug naar de binnenstad te krijgen. Je spreekt ook over een stukje volkscultuur in de binnenstad. Kermissen zijn natuurlijk al honderden jaren vaak in steden en dorpen aanwezig. En ik denk dat Breda ook een uitgelezen stad is in het katholieke gedeelte van Nederland, waar een kermis goed kan floreren. En zeker in de binnenstad van Breda. Ja, want we merkten bij de andere kermissen ook wat teruglopen in bezoekers. Heeft het daar ook iets mee te maken? Ja, dat loopt inderdaad ook iets terug. Maar dat heeft ook met de locatie te maken, hoe een kermis daar gesitueerd is. Kermis hoort ook rondom de horeca zitten. Er moet een verblijffunctie aan zitten. Gezelligheid, sfeer moet het uitstralen. En dat heeft de binnenstad van Breda zeker. Ik moet zeggen dat ik het 50 jaar geleden niet heb meegekregen, want toen was ik er nog niet. Maar ja, ik vind het top. Helaas zijn de kinderen er niet bij, maar hebben we niet nodig. Ben je al ergens in geweest? Nee, nog niet. Maar ik ben er maar net. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Het is leuk dat het echt midden in de stad is. Gewoon gezellig, toegankelijk voor iedereen. En het ziet hartstikke gezellig uit. Je bent wel vaker op de kermis geweest, hoor? Ja, vorig jaar wel. En nu heb je al iets gezien waar je in wil? Ja, daarin. Ja? Het Lunapark? Ja. Nou, dan gaan we er snel naartoe. Ja! Ja, hartstikke leuk. Ik ben net ook bij het Vlooien Circus geweest. Echt Vlooien Circus. Nou, dat is echt nostalgisch. Dus het is echt de moeite waard om even langs te komen. Dank u wel.